Lola, tijd om op te staan. Ik ga niet naar school. Je kan niet thuis blijven omdat het uit is met Jesse. Je gaat natuurlijk geen verkering nemen met de ex van een vriendin van je. Maar gelukkig is Lola geen vriendin. Lieve brugklasvrienden, het schooljaar zit er bijna op. En dat betekent dat we op schoolkamp gaan. Dit jaar gaan we naar Drenthe. Nola. Hey, kom op, naar binnen stelletje brugbiebers. Is dat een boy? Die is boy. Volgens mij heeft Nola een nieuwe challenge. Elke dag zo genant mogelijk op kikker komen. Wat een rotstreek. Volgens mij was het die boy. Hey. Meekomen. Je zou kunnen beginnen met sorry zeggen. Anders wordt het wel heel moeilijk om jou mee op schoolkamp te nemen. Stik er maar in. Nou, dat doe je goed. Ik denk serieus dat iedereen jou nog stommer vindt dan mij. We zijn net buiten. En kijk, zie je toevallig tegenkwamen. Je wilt toch naar het kamp? Ja, maar... Cor en ja? Er is geen reden om op te geven. Kijk eens hoe we doen. Hartstikke illegaal. Hoi niet? Hoi. Boy. Ja, dan ben ik jouw guy. En dan ben je mijn girl, ey. Lola, wat is dit voor waanzin? Weet je moeder dat je hier bent? Waarom neem jij zulke onverantwoorde risico's? Weet je iets over Boy? Hey, wat moet dat? Wegwijzen. Wees blij dat ik de politie niet bel. Is het de tijd van mijn leven? Hey. Echt iedereen uit de tweede klas met hem een loser, hoor. Dus. Ja. Wel goed krabben, hè? Oh ja, en niet stiekem opeten.